Eid al-Fitr levert een bijdrage aan de verbondenheid van de Surinaamse religieuze en culturele diversiteit. Woorden van president Chandrika Persat Santokhi in zijn Eid al-Fitr boodschap 2023. Eid al-Fitr is het feest aan het eind van de vaste maand Ramadan. De president zegt dat de vaste maand ons leert om in collectief verband de honger te trotseren en solidariteit te tonen met zij die met moeite de dag kunnen beginnen met een goede maaltijd. Hieruit kan geput worden dat we als samenleving weer een tijd van verlichting zullen hebben, zoals we vandaag het Eid al-Fitr feest vieren. Het vereist wel van ons allen, net als tijdens het vasten, om geduld en doorzettingsvermogen aan te kweken, alsmede standvastigheid. Voor het individu zal het leven zwaar lijken. Maar samen als één volk kan elk maatschappelijk probleem worden opgelost. Niet alleen de regering, maar elk maatschappelijk onderdeel zal hierbij een bijdrage moeten leveren. Zowel de consumenten als de handelaren, de producenten, de dienstverleners en de financiële instellingen. De president wijst erop dat moslims wereldwijd smeekbeden hebben gericht aan de Almachtige om de mensheid te leiden naar het beste in deze wereld en in het hiernamaals, iets dat elke individu nodig heeft. Verbetering van de mens start echter in het innerlijke. Daarom streeft de vasten daarnaar om in de maandtijd de prijzenswaardige eigenschappen, zoals liefdadigheid, broederschap, naastenliefde, vergevingsgezindheid en medeleven eigen te maken. Uiteindelijk gaat het in het leven om begrip voor elkaar te hebben. Want zolang we geen begrip hebben voor het gevoel van honger, die een behoeftige elke dag weer beleeft, zullen wij de noodzaak niet inzien voor het oplossen van het armoedevraagstuk. Door het gevoel van honger en dorst beseft de vastende wat het is om dagelijks geen eten en drinken te hebben. De solidariteit met de medemens wordt hierdoor aangeleerd in de vaste maand. President Santokhi spreekt de hoop uit dat de totale Surinaamse gemeenschap deze vrede en saamhorigheid verder zal uitdiepen. Het staatshoofd besluit met een oproep aan het volk om het goede te behouden en het slechte na te laten.